aan het zien. Ik heb beloofd dat ik geen kookstiks zou lezen. Ja, pas na een kwartier. Ja, ik moest ook nog François drinken gaan geven. En dan was er nog iemand die dat ik wat rechter moest zetten. Ja, maar zo is het altijd. Ja, ik kan daar ook niet aan doen, hè, kind. Nee, maar het is niet leuk. Nee. Oh, oh mensen. Ik kan even... ja, ik moet even wachten. Ik moet Ja, je moet even wachten. Sorry, ik kan er echt niet aan doen. Oh, dat kan toch niet? Dat is elke keer. Maar je wist, mee naar de bingo? Oh. Ja. Kom maar recht halen, hè. Voilà, ik ben hier terug. Ja, ik moet heel dringend. Ja, er had iemand ziek gebeld en nu, ja, is ja, er zo... Ja, je wat met mij Ann, is? Wil jij eens even komen? Oh, mannetjes. Jonathan, ik kom direct, maar ik kan even Kim op het toilet zetten, hè. Ja, maar... Ik kijk naar u, hè. Het is dringend. Ja, mannetjes, mannetjes. Oh, dat kan toch niet. We staan wij ook onder druk, hè. Allee, ik kom direct terug, hè. Ja, maar... Oh. Ja. Ja, ja, dat is goed. Gaat dat allemaal aan en je komt er direct aan. Ja, we zijn een zwart voor ons gepubliceerd, hè, weet je nog? Ja, jopla, nog eens. Oh, Anne, ik moet naar het toilet. Ja, ik zal er eerst op zetten, oh. Sama. Die is daar ook zo druk. En we zijn met niet veel volk. Ja, ze moeten er iets aan doen. Ze moeten er echt iets aan doen. Ik ga die laten zakken en dan kun je even naar het toilet gaan en ik kom binnen 10 minuutjes terug. Want moet nog iemand gaan wassen. Wil jij nog eens komen, Ann? Oh, ja, oké. Okay, moet je dan ook een ja, even wachten. Ja, ik kom, Jonathan, ik kom. Ze kom. Echt waar. Oh. Niet leuk. Voilà, zeg ze weer op. Ik heb gebeld. Ja. Ik ben klaar. Ik kan er wegwezen. Ja, maar dat is een student en die staat hier voor zijn eerste dag. Die moet ik ook helpen, hè, Kim. We moeten met de studenten ook een beetje rekening houden. Ah, halen, wij moeten maar wachten. Ja. Ik heb honger. Doe ik aan het eten? Ja, ik moet u toch nog eerst wassen even. Ik ga nu op uw bed liggen, ze. En dan kom ik even binnen 10 minuutjes wassen, want er is iemand en die ligt echt al lang te wachten op mij. Moet ik dan nog eens wachten? Want er is iemand naar huis gegaan en die was juist met iemand bezig. Ja, ik zal u zo even erop zetten, hè. Ik ga nu even veilig in uw bed zitten. En daar moet ik dan zitten wachten. Ja, daar moeten we dan even wachten. Anne, zou jij nog eens even willen komen? Ja, dat is... Ja, dat kan echt als iemand niet. Daar loopt, hè. Blijf even zitten en ik ga even... weg kan ik niet. Ik kom dan, hè. Man, man, man. Wie zit het dan? Nu knipsen, Kim. Nu blijf ik bij u zitten. Allee, ik hoop het, hè. Ja, dat ik me even kan want... voortdoen, want... Het is middag en ik ben ook niet gewassen. Ja, dat is waar. En ik ben al bek af. Ja. Ik ben al bek af om van hier naar daar te lopen. Ja, en even op bed zitten, hè. Ik heb beloofd dat je het niet verder doet. Ja, maar toch even, want als dat dringend is, er is iemand gevallen of zo, dan weet ik het niet. Altijd dringend, deze is ook dringend. Oké, mensen, je ziet dus allemaal, het is super druk op sommige momenten. Het is altijd niet gemakkelijk voor ons. We proberen de mensen, de bewoners, zo goed mogelijk te helpen. We doen echt allemaal ons best, maar we kunnen ook niet meer doen. Het is spijtig dat ze zo geapplaudisseerd hebben voor ons en dat ze ons zo in de watten gelegd hebben en we hebben zoveel geschenkjes van veel bedrijven gehad. Maar nu is het eigenlijk toch wel aan hoge rand dat die ons toch een beetje een betere verloning geven, een beetje meer, misschien wat meer personeel, dat zou echt dankbaar zijn. Dan zouden we echt dankbaar zijn. Een beetje waardering voor al het werk dat we doen. En je ziet, het is super druk. Oké, bedankt.